Van Diermen eruit, de Schlemiel verdedigde uitstekend. Maar ja, dit is de 2-2 van zijn voet in eigen doel. Je kan het hem moeilijk verwijten, het is pech. Maar een lekker gevoel zal hij er niet aan overhouden natuurlijk. Dus de Reuver ervoor in bij, achterin en op 1. Excelsior met alle risico's. En die acht op de gelijkmaker, dat zou nu ook kunnen. Als Vermeulen de bal heeft, ja, die wil het ook zo mooi doen. En Esteban laat los. Wat een blunder van Esteban. Dat is een wissel, zeg! Eerste balcontact, lijkt me dat. Het is 3-3. Esteban, wat doe je? Vermeulen schiet. De ene invaller. Esteban blundert. En daar is Carlo de Reuven. Al gescoord in de beker. Maar nu de 3-3 in de Eredivisie. Uit bij AZ. Geen buitenspel. Een gouden wissel. Ja, Haps viel natuurlijk lekker in bij AZ. Grotendeels verantwoordelijk voor de 2-2. Otaka vraagt om de bal, maar is ver weg van Weert. Kan hij hem breed leggen? Ja. De voorzet is goed en een kans, ja! Daar is dan toch nog de 2-2 en hij doet het weer! Hij doet het weer! Carlo de Reuven! En ik vraag me af hoeveel balcontacten hij nu heeft gehad. Tegen AZ was het zijn eerste. En nu zullen er niet veel, heel veel meer zijn geweest in ieder geval. Van Weert legt breed. Botaka vraagt dan om de bal. Ja, daar is de Reuven. En die doet dit knap hoor. Die schiet hem vol overtuiging met links achter Boeken. Eerst in de beker. Zijn eerste in het betaald voet. Daar staat Carlo de Reuver klaar. Hij komt onder andere als een invalbeurt natuurlijk een naam maakt in de eerste seizoen zelf. De Reuver komt voor Gaurier.
bij de tweede treffer van Excelsior. Hij leverde de assist. Het resultaat tegen een oude ploeg. Hier is Van Weert. Van Weert. En zo bouwt die jongen toch een naam op. Wat een invaller van een supersub, Carlo de Reuver. Het veld ingelopen, doorgelopen en dan die bal binnen tikken voor de 0-3 in de 84ste minuut. Hij zit er niet tegen vandaag, Carlis.